ongeveer een uur ga ik live op Instagram om zijn of haar jullie 2019 voor te stellen. Spannend! Vandaag vrijdag 12 juli en ik heb net mijn keuken opgeruimd. Ik heb de afwas gedaan en mijn aanrecht nog een keer afgekuist, want dat was echt heel hard de moeite. En nu ga ik aan mijn magazine nog een klein beetje werken voordat hij online gaat. Ik hoop dat je me hoort over de muziek, maar dit betekent dat mijn tijdschrift volledig af is en dat ik hem straks online kan gaan zetten. Gisteren ben ik trouwens super goed geweest, want ik heb geen ongezonde dingen gegeten gisteravond was Vlaanderen Muziekland en er waren verschillende eetstandjes en zo van die dingen. En ik had tomaatjes mee naar mijn werk. Ik ben gefietst naar mijn werk. Terugkeer had ik wel een platte band, zeker. En ik had ook een banaan mee, maar ik heb die niet opgegeten. Ik heb wel rijstwafels gegeten. En 's middags heb ik gewoon rijst met curry en bloemkool gegeten. Net even mijn Instagram account ingepland voor de komende tijd. Dus de account van zij of haar. Voor mijn vlogs probeer ik iets meer op het gevoel te doen, waardoor dat er eigenlijk geen logische volgorde in zit, of dat er niet elke dag of zelfs niet elke week Instagram post online komt. Net mijn tafel leeggemaakt. Ik ga niet zeggen dat mijn huis picobello in orde is nu, integendeel. Want heel mijn huis staat nog vol rommel. Maar ik kan terug aan de tafel zitten. En dat is al een heel pluspunt. Nu ga ik TikToks opnemen, denk ik. Ook heel tof om te doen. En wat ik daarna ga doen is geen idee. Ik heb nog van alles te doen, maar wat is het dringendst? Of misschien nu iets voor 11. En mijn mama heeft net iets super lekkers gebracht. Want mijn mama is hier net echt heel even geweest. Nog geen 5 minuten of zo. En ze heeft framboosjes meegebracht. Dus misschien ga ik eerst even break houden en framboosjes eten. Ik ben met Chromecast Tidying Up met Marie Kondo aan het kijken. Mijn tv. Het heeft dus net 2 seconden erin. En daar is een kruid en dat heeft bloemetjes gekregen, wat dat super slecht is eigenlijk. Want dat betekent dat die niet meer gaat groeien. Omdat die zaadjes wel beginnen maken om zichzelf voor te planten, zodat hij niet doodgaat. Ik ben zo slecht in het houden van planten sinds ik alleen woon. Ik denk dat mijn voor zorgt dat mijn vorige platten niet allemaal dood gingen. En nu ga ik iets eten. Ik weet nog niet wat, maar ik ga iets eten. Misschien ga ik nu rijst eten en vanavond dan iets koners. Minuutjes aan het kijken naar Marie Kondo en daar ga ik vertrekken met mijn fiets. Hopelijk krijg ik vandaag geen platte band, want ik had gisteren een platte band, maar nu zit er een nieuwe band in en hij zag er goed uit. Net goed gewerkt hier in het bezoekerscentrum in de Palingbeek en nu ga ik mijn fiets ontgrendelen en naar huis rijden, want binnen ongeveer een uur ga ik live op Instagram om zij of haar jullie 2019 voor te stellen. Spannend!
Voor degenen die het nog niet weten, ik werk namelijk 3/4 of 3/5 hier in het bezoekerscentrum de Palingbeek. Dit is het uitzicht van mijn bureau. Dit is mijn fiets, die veel beter rijdt nu hij gepompt is en een nieuwe band heeft. Ik heb ongeveer nog een 20-tal minuutjes voordat de live begint. En omdat het te kort is om mijzelf nog deftig avondeten te maken, ga ik deze banaan eten. Ik heb mijn gsm ook nog even in de lader gestoken, want ik had nog maar 30% en ik weet niet of dat dat genoeg is. Ik zit nu even Pokémon Go te spelen en ik wil even ook nog zeggen dat ik stiekem wel trots ben op mezelf, omdat nu de 3e dag op rij is dat ik met de fiets ben gaan werken. En ja, ik had geen conditie, nog altijd niet, maar het gaat wel elke dag beter en daar ben ik echt heel erg blij mee. Dankjewel, Provincie West-Vlaanderen, om mij aan te moedigen om met de fiets te gaan. Gewoon zodat ik fietsvergoeding zou krijgen. Nee, maar ik wil ook wel echt conditie kweken. En ik weet dat ik nu met tegenlicht zit te filmen, but I don't care. Ik wil ook gewoon nog even kwijt dat ik echt super veel verbeterd ben in Pokémon Go sinds ik alleen ben gewonnen. Ik ben nu level 28. En ik denk toen ik thuis vertrok dat ik 26 had of zo. En ja. Nu heb ik ook elke dag zo'n adventure en heb ik al super veel Pokémon's bij. En ja, ben wel blij. No check. Handig, hier zo'n Pokémon stop voor je deur. Nu ben ik ook gewoon Pokémon aan het vangen terwijl ik op mijn poep zit. En dit hoesje is van AliExpress. Is wel al aan het verslijten, maar het werkt nog. Het filmen. Mijn Instagram, mijn live op Instagram heeft jammer nog niet zoveel volk getrokken. Maar ik denk dat ik hier live ga op TikTok, want dat is ook alweer lang geleden. En ik zit hier wel goed eigenlijk. En anders ga ik toch maar eten en de computer kijken. Wat ik wel eigenlijk moet doen avondeten, maar we kunnen dat straks ook nog doen terwijl ik de computer kijk. Ik heb niet aangekondigd dat ik live ging gaan op TikTok, dus ik zal zien wat de reacties zijn. En we zijn live op TikTok.